Het is vandaag zondag. Weet jij wie hier zijn, Jolie? Wie zijn er? Ja, mama en je tante zijn er, hè? Ja. Nou, het zijn mijn juffen. En ik ga vandaag een BB-proefje rijden en ze gaan me vandaag helpen. Dus ik ben benieuwd. Jij ook? Hallo. Oké. Goed zo, Daan. Schouders. Wijken voor je binnenbeen. Zo, ja, goed zo. Kijk, als je nou een dressuurwedstrijd gaat doen, dan kun je natuurlijk gewoon, zoals ik, de bak in gaan. En dan zeg je hoopaard en huupaard en gapaard en dan ben je klaar. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even iemand meenemen die er verstand van heeft. En dan vervolgens allerlei dingen vertelt, waardoor je beter de baan ingaat. Ik was eigenlijk heel erg tegen van tevoren allerlei dingen nog erin proppen, weet ik het allemaal. Maar gisteren is Daan mee geweest naar de crossles met Tess. En nu snap ik het. Er zijn namelijk verschillende manieren van iemand ondersteunen tijdens een proef. Ik hoorde dat je aan het vertellen was over dat wij met de oortjes doen. Ja. Maar kijk, dat is gewoon heel fijn, want dan kan ik ook gewoon soms iets grappigs tegen Daan zeggen als ik merk dat ik dat ze een beetje gestrest raakt of zo. Weet je, dan zeg ik bijvoorbeeld gewoon, A van Aap of zo, noem maar even wat. Daan van Aap, oh. Ja, de A van Aap. Kijk, daar hebben we Daan en die moet zo een wedstrijd rijden. Wat ga je doen, Daan? Ik heb vandaag een wedstrijd met Kier in het L2. Wat ga ik doen vandaag? Nou, Julie, wat heb jij? Ik heb een prijs gekregen. Oh, voor wat? Voor wat? Om niks te hoeven doen. Voor niks te hoeven doen? Nee. Goed zo, Daan. Ik heb besloten om maar eens een keer een proef van een juf te filmen. Wat ga ik ermee doen? Dat weet ik niet. Maar het is weer eens wat anders. We kunnen namelijk even kijken hoe een juf het doet. Het is een 4-jarig paard. Oké. Nou, deze juf gaat schreeuwen. Die. En AXC binnenkomen in arbeidsdraf! AXC binnenkomen in arbeidsdraf! Dat is inderdaad schreeuwen. De juf is klaar met rijden. En wat gaat ze doen? Slechtpaarden. Met Spirit en zijn moeder. Oh, hoeveel punten heb je? Hoe slecht is het? 189,5 en 197,5. Oh, dat is heel goed. Ik heb een 3 voor het aangaloperen. Een 4 voor mijn galop. En een 8. Ja, maar goed. Maar kijk, zie je met de dressuur is het. Ja. Kijk, als je springt en dan gaat een balk af, ja, dan moet je nog steeds wel netjes rijden natuurlijk. Maar ja, dan is het natuurlijk wel een beetje. Mag ik het zeggen? Ja, ik ben natuurlijk een dressuur. Dus ik vind dat het dan van het beste is. Daarom is dressuurrijden ook zo leuk. Want dan kan. Jawel. Mm-hmm. Als er dan wat misgaat, dan kan je dus nog gewoon zorgen dat je hele goede punten rijdt. En dat je dus een prijs hebt. Terwijl als die balk eraf het is. Het gaat toch niet om die prijs? Niet? Nee. Het gaat om het plezier en de lol die je hebt en dat je er wat van leert. Het gaat niet om de prijs. Oké, dan voed ik mijn kind dus verkeerd, toch? Ja. Nee, dat ben ik ook met je eens. Het gaat om de prijs. Zie je? Het gaat wel om de prijs. Het gaat niet om de prijs. Het gaat erom dat je het leuk vindt. Okay, alleen als je geld kan winnen, dan wil ik wel winnen. Oh, maar dat kan je winnen. Ja. Oké, Daan gaat vertellen. Ja, ik ga vertellen. Kijk, ik heb voor mijn binnenkomen een 5, want dat voelde ik dat hij heel erg ging slingeren. Dus dan heb ik daarna 2 onderdelen, dus door een S van hand veranderen. Denk ik, als ik die nou zorg dat die helemaal perfect is en ik haal een 7. Dan heb je eigenlijk bij ze allebei een 6. Dan heb ik eigenlijk bij allebei een 6. Ja. Zo doe ik dat altijd een beetje oplossen. Als dan bijvoorbeeld de galop fout gaat, denk ik, oh, dan heb ik daar weer een paar onderdelen om dat goed weer recht te breien. Ja. Om weer goed te maken, zeg maar. Ja, je hebt wel heel veel 7's. Ik krijg meestal 4, 5 en 6. Nou, deze is niet alleen een 7. Maar kijk, toch nog 189 punten. Je hebt zelfs een 8. En een 3, en een 4, en een 5, en een 4, en een 5. Ja, dus dat komt meer in mijn nee. Genre. Nee, je gaat gewoon rijden, want dat heeft Daan ook gedaan. Want kijk, Kier is nog jong en die moet ervaring op doen, hè.
Dus we gaan hier niet, ja, dus we gaan hier niet heen met oké, we moeten winnen of we moeten iets doen. Dus we gaan ook wel echt voor de ervaring en voor het moet ook wel. Hij moet weten dat het ook wel gewoon leuk is in de ring en dat het niet stom is daar en spannend. Ja. Dus Dani gaat dan wel natuurlijk zo rijden van oké, hij mag wat eng vinden, maar toch moet je ook wel weten dat het leuk is. Dus je blijft hem wel leiding geven en vertellen wat hij moet doen. Dus hij gaat niet denken, lastig. Ja. Dus dat gaan we straks ook doen, hè? Dat gaan we best doen. We gaan wel voor de lol en voor de plezier, maar er is geld te winnen, dus je wil ook winnen. Ja, als er geld te winnen is, wil ik winnen. Ja. Nou Tess, ik heb natuurlijk dames voor de, hoe noem je dat? Support, maar ik kom jou ook even ondersteunen. Oké. Want ze noemen me altijd zweefsteef, maar kijk, ik help Daan er ook altijd mee en dan lachen ze me altijd wel uit. Maar toch zegt ze dan altijd, heb je wel je oortjes bij je? Dus zo doen we dat. Kijk, en dan heb ik, eigenlijk heb ik dan... Krijg ik een stemmetje, how or wow. Ja, battery low. Oh. Ja, dat geeft niks. Dan kan die nog een uurtje. Dus ik heb lavendel meegenomen, denk ik voor Blondie, om haar een beetje te laten ontspannen. Okay. Dus je zei net al, oh, dat ruikt, dus dan... Kijk, dan laat ik dat even zo aan haar ruiken. En als ze dat, dan zeggen ze eigenlijk, als ze het nodig hebben, hè, want dat mag het paard dan zelf aangeven, dan komt hij daarop terug. En als hij het niet wil, nou, Blondie die vindt... Blondie, ja, dus dat is eigenlijk wel... Dus dan heeft ze het nodig. Nou, dan in wezen is eigenlijk alleen die geur is eigenlijk al genoeg. Daar hoef je verder niet zoveel van mee te doen. Je kan het een beetje nog hier op zijn oor smeren of hier. Maar omdat het de eerste keer is, is het zo wel even goed. En dan heb ik eigenlijk voor Tess, heb ik... deze meegenomen. Dat is misschien, moet dat in mijn beeld? Nou, ik weet niet. Wil je dat in beeld? Voor Tess heb ik dan deze bij me. En dit geeft dan naast rust ook kracht en motivatie. Die geef ik ook vaak aan Daan. Doe ik eventjes op de pols of ze ruikt er even aan. Dus je zei net al, ik vind hem lekker ruiken. Dus je mag even een snuifje nemen. En dan doen we een heel klein beetje op je oor hier zo. Zo. Goed zo. Nou ja, dat dus. Dat doe ik dan. Dat doe je altijd met een wedstrijd? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ja, alleen vandaag hadden we het niet gedaan. Althans, ik had ze wel bij me, maar... Het zag van oor af, zo sterk ruikt. Ja, het is natuurlijk echt, het is gewoon... het is gewoon super, ja, die lucht is natuurlijk gewoon super sterk, super geconcentreerd. Dus ja, zo doen we dat. Ja, komt er maar. Blondie. Goed, hè? Sommige stukjes gingen niet zo goed, maar andere stukjes gingen wel beter. Zeker, zeker. Eén knopje is ja, dat kan beuren. Die zit er ook zo weer in. Ben je tevreden? Ja, op zich wel. Alleen ik weet nu wel waar ik aan moet werken. En dat zijn? De linker galop. Wat ging er mis? Was te gehaast of ze luisterde een soort niet. Nee. En ook de overgangen. Ja. Dus er moet een beetje meer controle en rust in de overgangen zitten, hè? Ja. Ja. Nou, daar hebben we mooi iets om aan te werken, toch? Ja. Je bleef super mooi geconcentreerd rijden. Dat kwam door mij. Ja, dat kwam door ons zweefsteef. weet je, je hebt mooi de hoeken gebruikt na de gebroken lijn. Ik zag ook één keer heel mooi met, dat was volgens mij bij A, moest je een volte. Dat je voor de volte mooi door de hoek heen reed, in de volte de hoeken mooi afsneed. En dan na de volte juist weer mooi door de hoek heen ging. Dat zijn natuurlijk allemaal puntjes waarop je echt laat zien dat je een volte of je figuur goed rijdt. Ja. Nee, vond ik heel goed. Je hebt het goed gedaan. Oh, oké. Deze zit wel beter op je hoofd, deze cap. Nou ja, het is stoppen toch? Nee? Er is er eentje die rijdt met fluwelen handschoentjes en we hebben er eentje en die heeft gewoon een paar van die grijpers van een robot. Kim heeft zijn laatste punt, het M2, gehaald. En wat er gebeurt als ze naar het Z mag, dan mogen we er in de sloot gooien. En daar zitten we, volgens mij, hoe lang zit er al op te wachten? Dat weet jij. Een jaar denk ik wel. Ja. En nu mag het eindelijk. En dan precies in de winter. Met heel veel wind. En het wordt erg koud. Kijk, er komt zo. Oké. Kim, die is niet zo blij. Kim krijgt even 5 minuten voorbereidingstijd. Na die 5 minuten dan zoeken ze het maar uit en dan gooien we er in de sloot. Dus ja. Ik weet niet of je bril af wil of zo. Wil je bril af, Kim? Oh, ik wil hier.
voeten in mijn voeten. Nee, je bril af. Ik zou wel af. Ja, kom maar, zie je niet. Maak het spannender. Mag ik de kruiwagen, Kim? Ja. Erin. Kom, nee. Even tillen. Jawel, kom erin. Aan het doen. Ik ben poep aan het scheppen. Yay! Dat is de zaak dat Verona altijd doet. Dus dat ruimen we. We hebben een schep. Dat ruimen we op. Lekker hoor. Het is woensdag. Gisteren zijn de paarden een extra dagje vrij geweest. Lekker. Want nou ja, ze zijn gelongeerd toen. Want wat was er gisteren ook weer? Ik weet eigenlijk niet meer. Gisteren was het volgens mij al laat. En... ja, gisteren kwam mijn vriendin bij spelen. Oh ja, dat was het. Kwam vriendinnetje spelen. Doet Tessa anders nooit. Dus voor één keertje ja, is het ook wel eens leuk om gewoon een keer iets anders te doen dan paardrijden. En maandag zijn ze natuurlijk altijd vrij. Ze is ook gelongeerd. Dus vandaag gaan we weer rijden. Het is met woensdagavond. Normaal hebben we springles. Die hebben we niet. Dus we gaan gewoon maar rijden. Ja. Tessa is net wakker. Zoals ze slaapgevallen in de bed. Goed, met mijn suffe hoofd ben ik dus vergeten om en mijn handschoenen en de camera mee te nemen. Dus toch gewoon weer met mijn telefoon. En Tess die is druk aan het oefenen. Die heeft een zweepje erbij, dus ik ben die helemaal niet gewend. Het zweepje is niet om te slaan, maar om aanwijzingen te geven. Dus dat is even wennen voor allebei, maar check even hoe het helpt. Het is donderdag vandaag. We zijn net bij de Arkel geweest. Daar heeft Tess op Dreamgirl mogen rijden. Ja, dat zie je natuurlijk ook gewoon. Hun maken er een gaaf video van. Dus die kan je dan in de onder in het i'tje ergens wel vinden. Het is een beetje donker in de bak, dus dat is jammer. Maar we gaan even rijden en ik zet de camera op de standaard. Kunnen jullie even meekijken. Tess komt er nog aan, maar die had het druk met... Je weet het niet. Afgevallen? Nee, dat is geen afvallen. Ik ging er afglijden en dat staat niet op video, dus niemand weet het. Nou, ze ging er afglijden. Toen lag ze ineens naast Elisa. Elisa hield Verona vast en ineens ploep. Ik moest heel hard lachen, maar ik schrok me ook dood. Ik ging alleen maar afglijden. Ik moet dingen oefenen voor de Go Social Party, ja? Je moet gewoon wat soepeler in je lijf, waardoor je moet wat vaker yoga gaan doen. Wel, nee, de tweede keer bleef toch staan. Dat is goed, wij gaan eten. Het is vandaag vrijdag. En ik ga vandaag samen met Blondje springen in de springles. En vandaag hadden we ook foute kersttrui de dag op school. Dus ik heb een foute kersttrui aan. Wel een Bella foute kersttrui, dus dat is helemaal fout.